deze ik jullie alle hartelijk welkom te heten op deze bijzondere gelegenheid bij de uitreiking van de Sophia Penny in 2010. Uitgereikt door de Sophia Vereniging ter bescherming van dieren. Ja, de Koningin Sophia Vereniging, die hebben heel veel maatschappelijke raakvlakken. Van links tot rechts, van boven naar beneden, op allerlei manieren zetten mensen in Nederland zich in voor dieren. Ik zou haast zeggen, zonder vrijwilligers ook bijna geen Sophia Vereniging. Dan wil ik graag ruim baan en een groot applaus voor niemand minder dan Koningin Sophia zelf. Hier staan we, 143 jaar bescherming van de dieren. Met als doel de mensen bij te brengen van beschaafde dierenmanieren. Yara die test absoluut niet op dieren en al onze grondstoffen zijn van biologische aard. Dus dierwelzijn is een gigantische waardebron, waardematch die de Spiervereniging en Yara met elkaar hebben. Nu is dan het moment aangebroken, dames en heren, tot het uitdelen van schouderkloppen. Heel erg gefeliciteerd. Dank. Toen wij benaderd werden eigenlijk door de Sophia Vereniging, hadden we eigenlijk interne vraag van waarom de Sophia Vereniging, waarom niet iets anders? Maar eigenlijk het item van de Sophia Penning sprak ons toch zo aan om het enthousiasme van de vrijwilligers, om eens een signaal af te geven dat dat ook door ons als belangrijk ervaren wordt. Ja, en dan nu de Penning. 4 dagen per week rijdt hij in de dierenambulance. Hij springt over sloten, klimt in bomen om dieren te redden. Dames en heren, de Sophia Penning 2010 gaat naar Hendrikus Kallinga! Het enthousiasme wat ik vanmiddag proefde en de inzet voor dierenwelzijn, waar wij toch ook een kleine bijdrage aan willen leveren, dat geeft ons in elk geval vanuit Product Dierenzorg een goed gevoel.